Hey, beste mensen, deze nieuwsuitzending is helemaal gewijd aan professor Dr. Marco Robbersom, die een en ander kan vertellen over de berichten uit de Gelderlander. Jullie mogen je zandloper neerzetten en controleren dat ik hem het meest aan het woord laat. Nou, dankjewel. Ik laat even een pauze vallen. Dat jij, Ja, nee, dankjewel, dat zeg ik toch. Nou, dan ga je het op het puntje zout zetten. Maar ja, hey, de Panama Papers. Vroeger hadden wij, als ik naar de televisie keek, hadden we de Comedy Papers. De Comedy Capers trouwens. Moet ik dan wel exact zijn. Ja. En dat waren dus gewoon politieagenten. Die het helemaal niet goed deden. Want wat ze ook deden. Ja. De boeven liepen altijd sneller dan zij. Ja. Leuk was dat, hè? Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. Dus de Panama Papers. 81, dus dan doet hij het al. Hoeveel jaar? Ja, precies. Vanaf je 13e word je een beetje mean, denk ik. Nou, nee, maar ik bedoel, dan is hij al heel lang bezig met het frauderen. Mm. Hij, als hij 81 is, moet je nagaan, weet je. Dan heeft hij al 50 jaar gefraudeerd. En dan komen ze er nu pas achter. Nee, daar komt het toch op neer, of niet? Ja. Hij heeft gewoon al 40, 50 jaar gefraudeerd. Zonder dat er iemand ook maar iets van gehoord heeft. Als ik lach, is dat geen interruptie, hè? Oh. Ja, dat is mooi. Wil jij 81 worden? Als ik 50 jaar fraudeer. Ah. En ik ben daar goed in. En ik krijg gewoon elke dag mijn geld. Ah. Waarom niet? Oké. Maar als je 81 bent, dan zie je er niet meer uit. Als je over straat loopt, dan denkt iedereen, wie heeft zijn rollator gestolen? En dan krijg je dat soort zorg. Van, oh, is uw rollator gestolen? Dat je zegt, nee, rot op, chick. Ja, niemand ziet je meer. Nee, maar ik ben net naar de supermarkt gelopen. En dan krijg ik die blikken ook, hè. Van, wie heeft uw rollator gestolen? Gewoon omdat ik een week niet onder de douche heb gestaan. Ja, wat nou ook, man. Dit is een ingeblikte lach. Dat doen ze altijd bij André van Duin. Hebben ze van een toch ingeblikte lach? Ja, nee, ja. Bij André van Duin zeker. Want bij André van Duin was het altijd zo van, wat doet die gast nou de hele tijd? Ja. Dit hadden we niet gerepeteerd. Oké, pak de volgende. Dit hadden we niet gerepeteerd. Ander doodgeschoten. Daar moet je wat over kunnen zeggen. Kom op. Hé, hey, man. Wie is doodgeschoten? Nou, een Brabander. Zal ik even het artikel erbij pakken? Ja, doe het even. Even iets meer details. Dus het is niet Panama Papas. Kom op. Ja, kom op. Ding maar even open. Ja, daar komt hij. Ja. Zal ik even voorlezen? Twee mannen uit Nijmegen vast voor dodelijke schietpartij Ossendrecht. Nijmegen. Twee mannen van 33 en 36 jaar uit Nijmegen zijn vanochtend aangehouden in het onderzoek naar de moord op een 37-jarige man uit Ossendrecht. Dus die man was een jaar ouder dan die andere twee? Ja. Tenminste, die deed 33 en 36 en de derde man is 37. En er staat hier ook,
Het slachtoffer werd in februari 2016 doodgevonden in een woning aan de burgemeester van Gilshof. Hij bleek te zijn neergeschoten. Dit is dus een fucking jaar geleden. Nee, een lange anderhalf jaar geleden. Maar, Hoezo is het nieuws? Nou, dat is nieuws in de zin... Hé, hey, wacht eens even, wat krijgen we daar? Een wietkwekerij? Echt waar? Waar? Ho, 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 ho. Ja, dat staat onderaan, zo. Wietkwekerij. Oh, wietkwekerij, ja. Dus het feit dat hij is doodgeschoten... zou nog wel eens in verband kunnen zijn... met die wietkwekerij. Hoezo ga je mensen doodschieten met een wietkwekerij? Ja, omdat dat gewoon... dat is tegenwoordig de norm. Oh, iedereen die een wietkwekerij heeft tegenwoordig... wordt doodgeschoten. En hoe zie jij dat dan als... En vooral in Brabant. Jij bent een Big Bang ontkenner, hè? Nee, ik ben geen Big Bang ontkenner. Ik zeg alleen dat het niet een grote explosie is. Ja. Ik zeg dat het meer een proces is wat langzamer verloopt dan een grote explosie. Het woord totaal onbegrijpelijk schiet mij nu niet te binnen. Maar dat maakt niet uit. Ja, oké. Okay, ja, in ieder geval, de Big Bang... Ik snap jij, dat jij iedereen denkt dat het gewoon Bang, een grote knal was. Ja. Maar het is geen grote knal. Het is meer een ballon die je opblaast. Dus niet van bang, maar van... Niet zoiets. Ja, maar jij bent van het futuristische Big Bang gebeuren. Er wordt een ballon opgeblazen en zo dadelijk doet die bang. Op een gegeven moment gaat die knallen, dat wel, ja. Ja, dat zei Johannes ook in zijn boek Openbaringen. Hoe die? Ja, Johannes. Dat is een interessant boek, Openbaringen. Openbaringen enkelvoud. Ja, hoe heet het ook weer... Revelation. Ja. In het Engels. Ja, Openbaringen. Openbaring. Ja. Enkelvoud. Niet Revelations. Revelation. Dat verhaal maar gaat... Interessant het verhaal boek, gaat dat Johannes op een eiland zat. Weg van de mensheid, hè? Ja, precies. Heel lentig. Patmos was het einde. En toen ging hij schrijven. En wat hij schreef is niet voor de hand liggend. Echt heel vreemd. Want nou, er zullen mensen komen die zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Oh, mensen zoals jij en ik. Want ik ben geen Jood. En Jota, wat is dat dan voor een letter? Dat is een niks letter. Ja, daarmee toch wel een hele belangrijke letter. Want ja. Er zal geen Jota veranderen aan het hele geschrift. Absoluut niet. Dus wat is dan de Jota? Is dat dan een kleinste letter? Is dat de minste letter? Ja. Of is het de meest belangrijke letter? Ja, want als je maar één Jota verandert aan de schrift, dan lijkt het nergens meer op. Hmm. Wat ze bijvoorbeeld hebben gedaan met de 10 geboden, dat ze in het tweede gebod vervangen hebben door de helft van het 10e gebod. Ja, dan heb je het al helemaal verpest. Ja, goed hè. Waarom is dat goed? Nou, je hebt nu... begrijpen wat ik bedoelde met dat er geen Jota mag veranderen aan de wet. Ja. Dat is dus dat als mensen zeggen, ja nee, maar het Nieuwe Testament is anders dan het Oude Testament. Ja. Nee dus. Want er zal geen Jota veranderen aan de wet. Klopt. Huh? Ja. Jurk
Klinsmann heeft mij aangeboden om bij het volgende gesprek tussen jou en mij over de Bijbel om af en toe te lichten. Oh, nou, dat mag. Ja. En dat heb je de vorige keer gedaan. En dan dacht ik ook van, dat heeft te maken met Egypte. Ja, oké, dat heeft te maken met Egypte, maar dat is geen argument verder. Je moet je geschiedenis kennen. Natuurlijk. Er zijn heel veel vage berichten, want we hebben geen YouTube-films van de kruisiging van Christus Jezus. We hebben geen YouTube-film van de dood. Nee, we hebben helemaal niks, man. Sterker nog, we hebben helemaal geen bewijs van het feit dat Jezus Christus, of zoals jij hem noemt, Christus Jezus, ja, maakt niet uit, maar dat hij ooit bestaan heeft. Daar hebben we geen bewijs van. Daar hebben we totaal geen bewijs van. Ja. Dus waarom zouden we het erover hebben dan, als dat toch geen bewijs van is? Nou, waarom een hele goede reden om het erover te hebben is dat het juist het christendom was wat ongelooflijk veel geld heeft opgeleverd. Oh, dat was een business van hier tot Tokio. Daar zijn hele legers voor opgericht. Dus inderdaad, het effect van die persoon, die Christus Jezus, dat bestaat wel. Het effect. Er zijn oorlogen gevoerd in zijn naam. Ja, ja. En die zijn gewonnen. Ja. En daardoor bestaat hij nog steeds. Behalve natuurlijk dat Christus Jezus heeft gezegd: blijf met je tengels van andere mensen af. Heeft hij niet direct gezegd? Hij heeft gezegd: als hij jij. Hij impliceerde dat in zijn gedrag. Nee, maar hij heeft, wat hij wel heeft. Waar wil je Christus Jezus van beschuldigen? Nee. Dat hij die rotzooi heeft getrapt in die kerk? Nee. Hij heeft ook zijn ouders bedrogen. En hij heeft gezegd van, hij deed gewoon op zijn neus bloeden. En hij bleef achter in Jeruzalem om die priesters af te zeiken. En zijn moeder en zijn vader, die kwamen er halverwege achter van, oh godverdomme, waar is Christus Jezus gebleven? Maar dan kan je de jongen toch niet kwalijk nemen? Even dit, hè. Emotioneel, mensen. Maar daarom moest ik ook even ingrijpen. En jij deed even iets. En dat noemen ze dan hoe noem je dat? Want je zei iets wat je niet zou mogen zeggen. Je hebt de naam van de Heer ijdel gebruikt. Ja, ja, ja. Dus had je niet moeten doen. Nee, precies. Van mij mag je het doen, hoor. Ik bedoel, van mij mag je elke profaniteit die je wil uiten, mag je uiten. Want in mijn geval, ik heb niks te doen met die regels van dat boek. Want dat boek, dat is voor mij net zoiets als In de Baan van de Ring. Is maar een boek. Ja, ja, ja. We gaan zo dadelijk terug naar de Gelderlander, want jij moet meer aan het woord. Die satanist, daar heb ik gisteravond weer mee gesproken. En die gaat jou... Een satanist? Ja. En hij gaat jou afmaken. Oh, gaat hij mij afmaken? Ja. Die satanist. Ja. Die vuile satanist. Ja. Die gaat mij afmaken. Nou, ik zal gewoon hem dat even... je nu ultiem bang wordt. Dat wordt een heel gedoe. Dan moeten we een groepsgesprek hebben over Skype. Ik heb het nog niet aan de kaart gekregen. Goed, 10 mensen. Allemaal. Ik kom even door, man. Het woord is aan jou. Kijk, en,
Ja, die gaat meepraten. Dat vind ik wel leuk. Kom op, kom op. Dat al je kijkraars gaan meepraten. Want de ene is een satanist en de andere is een... atheist. Ja, atheist. En de andere is van, ik ga jou gewoon afmaken, want ik ben van God. Ja. Ik ben ook met de dood bedreigd laatst. Hartstikke leuk. Ik ga morgen weer aangifte doen. Dat is een beetje een hobby van mij. Ja. Steeds aan de politie. Want het zijn eigenlijk best aardige mensen, hoor. Politieagenten over het algemeen wel. Ja, ze hebben een koffieautomaat. Gratis koffie. Ja. Ja. Oh, kijk. En dan kun je aangifte doen. Gratis. Ja. Precies. Nou, hartstikke leuk, toch? Top, man. Ik maak zoveel mee. Maar jij gaat aan het woord, Marco. Kom op. Dit is jouw uitzending. Elk ja, wat dat... voor doodsteken 45-jarige bij ruzie in flat Kuik. Ja, maar dat is een Kuik. Hij heeft niks met Arnhem te maken. Is het dicht bij Nijmegen? Ja, dat weet ik. Het is ten zuiden van Nijmegen zelfs. Maar dan die dan? De Rolling Stones? Wat heeft dat met mij te maken dan? Nou, even kijken dan. Misschien had jij die man wel kunnen zijn. Je zit ontzettend te knakken met je microfoon, maar dat maakt niet uit. Het is zo'n leuke uitzending, want jij bent aan het woord, hè? De inmiddels 29-jarige Michael A. uit Kuik is vandaag veroordeeld tot 11 jaar cel voor het doodslag op een 45-jarige man in een flat in Kuik in oktober vorig jaar. In het lichaam van het slachtoffer werden 20 messteken geteld. Oh, en ze wilden eigenlijk 13 jaar cel. Maar de rechter had medelijden. Maar toen die tijd was hij nog 28 jaar. Oh. Ja. Ja, ja. En hij is inmiddels 29 jaar. En waarom heeft hij dan die man doodgestoken? Dat vragen we dan af. Hij moest boos geweest zijn. En dan de vraag je aan mij antwoorden. Ja, jij bent toch Inspector Columbo? Ja, nee, maar dat wil niet zeggen dat ik meteen weet... waarom? Ja. En want sowieso, de vraag waarom is altijd een moeilijke... Oh, ik heb hier het antwoord. De rechtbank acht bewezen dat A, maar dat zal wel de dader zijn, het slachtoffer op 6 oktober om het leven heeft gebracht. Dat gebeurde, zo blijkt uit verklaringen van buren en bewijzen in het appartement, nadat ze ruzie kregen toen ze samen ongeveer 4 uur biertjes hadden zitten drinken. Oké. Okay, mooi dus Nederlands. Nee, ik vind het ook hartstikke mooi. Dat betekent dus dat als ik nou naar jou toe loop en jou doodmaak, dan komt dat alleen maar omdat wij biertjes hebben zitten drinken. Ja, zoiets, ja. Ja, zoiets, ja, ja. Ik weet nog dat ik bij Wim Kruidentuin tot 8 uur 's morgens... Ja, dat was alsmaar... Ja, hij had gewoon... Het was zijn verjaardag. En dat hij jou nog niet heeft doodgemaakt, man. Nee, man. Die buurman die kwam binnen denderen. Nee, en die zei, nou is het feest afgelopen. Ja. Daar komen die buren. Ja. Daar komen die buren dran. Hij smeet... Die buurman was echt laaienfekken. En die begon te smijten en tafels omver te werpen. En ik kreeg dus vaccinelichtjes van het kleverige spul. Je kent het wel, hè? Over mijn spijkerbroek. En de buren van... En die vrouw die zei nog, heb je nou je zin? Ik vind het helemaal niet leuk. Ja. Ja, het is ook helemaal niet leuk. Je loopt het huis van Wim Kruidentuin binnen. Je trapt er wat tafels omver. En Perry Winkel, die haast zich weg. En Wim Kruidentuin, die ging achter hem aan. Van, wat loop jij... Ja, hoezo? Hij is jarig. Ja, en we zitten een beetje... Oh ja, de politie was ook langs geweest. Oh, dat toch? Ja, maar dat... Nou, dan heb je... Vriendelijk afgewerkt. Ja, kom op, die jongen is een keertje jarig. En dan gaan we... Dan heb je toch een leuk feestje, als de politie is langs gekomen. Ja.
natuurlijk ook. Ik bedoel, als de politie niet langskomt, heb je geen feestje. Ik bedoel, ja, ik heb het ook wel gehad hoor, van ja, dat de politie maar goed, ineens... Die vrouw zei dus gewoon, is dit alles? Ja, je kan een beetje een tafel omver trappen en een beetje een feestje afhaken of zo. Wat is daar de lol van? Nou, het feit dat de terug politie langskomt. Nee, ja. Nee, dat de politie langskomt. Dat is het leuke ervan. Ja, precies. Maar hoe zit het met die. Met die. Die Rolling Stones? Ja, heb jij ook dat... een hekel aan de. Nee, ik heb geen hekel aan ze. Ik vind het ook hartstikke leuk dat ze gewoon in het Gerrold Dome spelen. Wat ik denk van, zijn dat dan wel de echte Rolling Stones? Of zijn het... Ja, ja precies. Dat zijn het drones of zo. Ja, precies. Dus dat weet ik niet. Dus dat weet ik... Dat er een hologram daarop... Het zijn hologrammen, volgens mij. Ik vind ja. Mick Jagger een ongelofelijke eikel... die ontzettend veel ellende over ons heeft afgestort. Of uitgestort. Nou, wel, kom op zeg. I can't get no satisfaction. You the a-hole. Ja, ja, maar het heeft niks met Mick Jagger te goed maken. Om dat te zeggen. Want je kan je satisfaction kan je gewoon krijgen waar je wil, man. Je moet alleen... ik in mijn jeugd... Ik nam... Ik ging auto's wassen en dan kreeg ik dan 2 gulden voor. En dan deed ik er 2 in de week. En dan ging ik naar de roeiboot dinges verhuur. En dan kon ik een halve dag kon ik gewoon op het meer. Ja, I can get no satisfaction. Jawel, je gaat maar auto's wassen, kan je roeiboot huren. En je kan doen wat je wil. Ja, satisfaction is overal. Wat is satisfaction dan? Letterlijk op zijn Nederlands, bevrediging. Ja, oké. Dan kunnen we daar nog dingen over zeggen. Hmm. Hè? Ik kan geen bevrediging krijgen. Ja. Ja, hij is een homo. Is, Ik weet van hem dat hij een kennis van mij heeft meegevraagd naar een cocaïnefeestje. Dus jij gewoon weet... Een vrouw die die helemaal niet kende. Maar wel forse memmen. Hij zei, kom op. Ik betaal alles. Je hoeft alleen maar je kleren uit te trekken. En je wordt met de taxi naar huis gebracht. Dat is een viespeuk. Ja. Dat is een katholieke viespeuk. Hoezo katholiek? Hij is katholiek. Nee, maar kijk, katholiek is... kijk, ik weet hoe jij in elkaar zit wat dat betreft. Maar ik zeg gewoon, het is gewoon een viespeuk. En niet per se katholiek of protestant of wat je dan ook vindt. Het is gewoon een viespeuk. Dankjewel. Hey. Kom op, laten we het over kleine hondjes hebben. Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Je kunt zeggen van... de paus is fout. Ja, de paus is fout. Maar niet omdat hij katholiek is. Maar gewoon omdat hij fout is. Katholicisme gaat niet. Ik ben anarchist, snap je? Anarchist? Ja. Dat betekent dat jij niet houdt van een archie. Klopt. Oftewel, dat betekent dat je dus... je hebt er gewoon hekel aan... hoe noem je dat ook alweer? Heim Anarchy. Je hebt een hekel aan... hiërarchie. Klopt. Dat is het woord, hiërarchie. Ja, want dat is ook uiteindelijk ook wat waar we vanaf moeten. Ja, want we moeten egalitair zijn. Ja, ja. Dankjewel. Ja, dus geen... Klojo.
Ja, nee, ik weet waar ik het over heb. Ik bedoel, we hebben niks aan hiërarchie. We hebben niks aan koningen. We hebben niks aan keizers. Ja, dankjewel. Want wat wij er wel wat aan hebben, is onze eigen inzicht. Ja. En daar gaan we mee aan de slag. Ja. En niet met de koning zoveel is onze baas. Ja. Maar hoe zit het nou met die Chihuahua? Chihuahua. Ja, burenruzie. Hoe spreek je dat uit? Weggeslingerd. Vrouw ingesmeerd met poep. Wacht even, de burenruzie. Ja, kom op, ja. Kom op. Jij hebt er al vrienden. Chihuahua. Ja. Dat is een hondje. Ga los. Nee, maar Chihuahua is een hondje. Dat lijkt me wel, ja. Die zit hier in beeld. Ik ga even het artikel naar voren halen. Weggeslingerd. Vrouw ingesmeerd met poep. Een weggeslingerde Chihuahua en een vrouw die is ingesmeerd met hondenpoep. Nou. Het zijn de voorlopige dieptepunten van een slepende burenruzie en dan weer in Ossendrecht. Toch in Ossendrecht. Ik dacht dat dit nou eindelijk eens een keertje in Arnhem was. Maar dat is helemaal niet het geval. Het is gewoon weer in Ossendrecht. Hondenpoep in Ossendrecht. Wat moet ik ermee? Ik vind trouwens... Ja, hondenpoep in Ossendrecht, weet je wel, in Amsterdam. Ik had laatst heb ik een pitbull uitgelaten. Oh ja, ja nee, dan kom jij met die andere hondenpoep verhalen. Ja, want kijk, honden moeten poepen. Hè? Dat, ja. Als je daar van tevoren wat instopt, ja, dan komt aan de achterkant uit. Ja. En dan had ik die hond meegenomen. Ja. Helemaal naar de Rijn. Maar dat is de daar had hij gewoon vrij uit schijten. Hij had gewoon in de Rijn kunnen schijten. Maar daar had hij geen zin in. En dan kwamen we terug in het gecultiveerde gebied hier bij de supermarkt. En daar stond zo'n bloemenparkje van de gemeente. De gemeente wil altijd dat wij blij zijn met bloemen. En dat er gewoon pure ruzie door ontstaat, weet je wel. En dan heeft hij gewoon lekker gescheten. Maar... Ja. Wat is daar gebeurd, man? Wat is daar gebeurd? Ja, laten we verder lezen. Pure ruzie, man. Ja. De politierechter in Breda behandelde vandaag de zaak tussen verdachte A.S. en zijn 70-jarige buurvrouw. Oké, A.S. is een man. Nee, maar ik zie even iets anders. Ah. Ik had op dat moment een zakje met flink wat poep. Oh. In mijn hand. En het kan best dat tijdens de worsteling. Dus die man had een zakje met poep in zijn hand. En het kan best zijn dat het, ja. Kijk, ik zie die pitbull gewoon in dat bloemenperk. Ja. Lekker al. Ja, dus jij had dat gewoon... Ja, ik liet het gewoon maar gewoon gaan. Zakje ja, hij mocht overal schijten, hè. Ook grasland en bij de Rijn, weet je. Maar hij wilde in het bloemenperk. Ja, en met een pitbull ga je geen ruzie maken. Nee. Dan denk je gewoon... weet je... Ik heb hier gewoon een plastic zakje. Ja. En ik heb een pitbull. Ja. En ik moet die pitbull in dat plastic zakje laten schijten. Ja, dat doe je toch niet? Nee, maar dat is hartstikke moeilijk. Ik ben de baas. Ik was voor een paar dagen de baas van die hond. Hij accepteerde mij ook als baas. Hij at me uit mijn hand, letterlijk. Ja, maar hij schijt niet in jouw zakje. Nee, natuurlijk niet. Hij gaat maar schijten waar hij wil. Nee, ja, precies. Ik heb hem als die Marokkanen laten lopen met een leuke leaseautootjes. Hij had ook tegen die banden aan mogen schijten. Wat maakt mij het uit? Die hond moet er gewoon schijten. En hij wilde in de bloemenperk schijten van de gemeente. Nou, moet ik daar bezwaar tegen maken? Nee, dat kun je niet doen.
Het enige wat je kunt doen is kunt zeggen van, ik heb toch een zakje geprobeerd bij zijn kont te houden, maar dat werkte niet. Nee. Gemeente. Ik doe mijn best. Het is gewoon een beetje vieze gewoonte om met een zakje met flink wat poep over straat te lopen. En je lijkt ook nog. Moet je niet die septische zeep hebben of zo? Je gaat toch niet de stront van een hond in een zakje doen? Wat is dat voor onzin? Het regent morgen toch weer en dan spoelt alles uit. En je moet je hond wel goed te eten geven natuurlijk. En niet van die vieze troep, van die GMO-ellende. Want dan krijg je, heb je een chemische afvalfabriek of zo. Dat zijn allemaal chemicaliën naar buiten. Dat kan je ook niet hebben. Dan maak je die bloemenperkjes van de overheid. Nee, maar dat kan ook helemaal niet. Ja. Je kan ook helemaal niet. Je kunt ook niet achter je hond aanlopen met een plastic zakje. Ja. Dat kan niet. Dat kan toch niet? Dat was ook een heel fout beeld naar die honden toe. Ja. Want die hond moet onder jou staan. En als jij de poep op gaat ruimen van die hond, dan denkt hij, oké, ik ben de baas. En volgende keer dan hapt hij jou in jouw onderarm. En dat is mooi je eigen schuld. Ja, en waarom? Alleen maar omdat je dat zakje onder zijn kont houdt. Ja, bah. Hoor je dit? Nee. Nee, dat hoor je niet, hè. Nee, dat. Maar in ieder geval, je kunt niet de hele tijd achter je hond aanlopen met een plastic zakje onder zijn reet. Ja, en wat ik dat ook kan, even... Dat kan gewoon niet, dat kan gewoon niet. Ik moet even een anekdote kwijt. Ik had dus die pitbull terrier en dat kind en die vrouw. Je kent dat hele verhaal, hè? Huh? En zij, die moeder, had op een dag die pitbull in de woning, in de kamer van mijn dochter gelaten. Ik wist van niks. Ik kom mijn woning binnen. Ik doe de deur open van de kamer van mijn dochter. Woe, 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 woe. Man. Ja, dan krijg je dat, hè. Woe, 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 woe. Ja. Want jij komt binnen. Je bent nergens op voorbereid. Ja. Woe, woe, woe. En toen? Ja, dat liep natuurlijk goed af. Want ik hoef alleen maar mijn stem te laten horen. En hij weet, dat is die man uit wiens hand ik eet. Oké. Hij en ik zijn grote vrienden. Ik wil even zeggen, hey, ik ben het. Ja. Boop. Zo ga je met honden om. Nou, laat ze gewoon scheiden en een beetje vrouwtjes neuken. Dan krijg je weer nieuwe honden. Terug naar de Gelderlander. Ja, kom op. Tempo maken. Ja, denk aan de uitzender, kijkeraars. Oh man, wat een mooie. Even kijken. Gelderse boycott Albert Heijn had toch effect. En die andere is bussen botsen in Arnhem. Nou, jij mag kiezen. Duwen uit Nijmegen vast voor. Ja, doe het schieten Brabant. Ja. Uit Ossendrecht. Nou, kom op man. Waar ligt Ossendrecht eigenlijk? Je schiet toch geen Brabanders dood? Goeie vraag. Maar als het eikels zijn. Dus je mag een Groningse eikel zijn en die schiet je gewoon dood. Je mag een Marokkaanse eikel zijn, die schiet je ook gewoon dood. Maar als je een Brabantse eikel bent, niet. Nee, precies. Ik zeg hem even scherp, hè? Nee, je zet hem heel scherp en ik ben het heel erg met je eens. Maar je schiet geen Brabantse dood, kom op. Oké. Wat hebben die gedaan? Die zijn katholiek geworden. Oh, en dat was een reden om ze dood te schieten. Nee, dat mag je niet. Even alles. Ik weet dat de volgelingen van Johannes Calvijn, die hebben een aantal katholieken omgelegd. Oh, dus dan mag het wel. Nee. Ik zeg dat de aanhangers van Johannes Calvijn een aantal katholieken hebben omgelegd. Dat is zo, maar daar heb je het over 50.000 of zo.
Maakt niet uit. En dan mag het wel. Omdat het... Nee, dat mag helemaal niet. Ik ben geen Calvinist, nee, man. Maar dat is gewoon in de naam van de Heer. En dan mag het wel. Maar dat is het enige wat de protestanten hebben gedaan. Zover je Johannes Calvijn een echte protestant. Het is gewoon in de naam van de Heer. Het is gewoon in de naam van de Heer. En dan mag het wel. Nee, daar ben ik helemaal met je eens dat het dan ook niet mag. Nee, natuurlijk mag je niet. Wat die volgelingen van Johannes Calvijn hebben gedaan, dat mag helemaal niet. Nee, maar ze hebben wel een reden waarom het in hun optiek wel... Ja, maar dan kijk dat ze dus wel mensen mogen doodmaken. Nee, dat mag helemaal als het hun uitkomt, weet je wel. Nee. Dat waren de Calvinisten. De Hugenoten. Oh, die ook. Ja. Dus, wat bedoel je nou eigenlijk? Zijn ze fout? Hebben ze dan wel gelijk of geen gelijk? Of... wat is het dan? Nou, waarom mogen die mensen wel mensen doodmaken en andere mensen niet? De Hugenoten, de Calvinisten, die katholieken, ik weet het ook niet precies, ik weet niet eens het jaartal. De Hugenoten zijn zonder meer geen katholieken. Absoluut niet. Ja. Nee, dat zijn ze zeker niet. Ik bedoel, ze zijn zo protestant als... Ja. En het schijnt dus dat te zijn dat zij dus en masse katholieken hebben gechopt. Nou ja, dat kan heb zomaar het zijn. Over 50.000. Nee, maar dat kan zomaar zijn dat zij mensen vermoord hebben. Ik bedoel, ik kan daar niks over zeggen. Maar ik denk dat er wel mensen dood gegaan zijn. Door de Hugenoten, omdat ze een andere manier van geloven hadden. Elisabeth de Eerste van Engeland. Om maar iemand te noemen. Ja. Ik heb een echo trouwens. De meest Engelse koning. Uh-huh. Heb je nog steeds een echo? Nou, niet meer. Jawel. Maar dat maakt niet uit. Maar Elisabeth de Eerste, die heeft gezegd, iedere jezuïet die een voet zet op dit eiland... Engeland? Ja. Die gaat dood. Nou, hartstikke goed. Ze moest er wat? Ja. Ze had 8 moordaanslagen op haar overleefd. Op een gegeven moment ben je het zat met die katholieken. Nou ja, hoe zit het ook weer met die andere Engelse koningin? Her name was Bloody Mary. Ja, she was haar stiefzuster of zo? Nou, die was katholiek, hè? Die was hartstikke katholiek. Want ze was koningin van... Schotland. En dat Mary, was Queen of Scots. En dat was hartstikke katholiek, maar ze was dus ook eventjes, heel eventjes, koningin van Engeland. Ja. Maar ze was ook katholiek. En Engelsen, die waren, ja, die gingen ineens protestant. Ja, natuurlijk. Dat is... Logica nee, nee. Heet dat. Maar, op dat een is dag gewoon... kom je erachter, Marco. Het is de waarheid die naar boven komt. Oh, die waarheid die naar boven komt, die komt naar boven. Ja. En dat, die zal ook naar boven komen. En die zal ook duidelijk maken dat wat jij nu probeert te zeggen... dat er een grotere waarheid is die uiteindelijk... naar boven komt. Mm-hmm. Dan kun je christen zijn, dan kun je wat dan ook, maar de waarheid, hoe heet dat ook alweer in het Nederlands? Al is de waarheid nog zo snel,
Nee, al is ze leuk nog zo snel. De waarheid achterhaalt hem wel. En dat is wat uiteindelijk gaat gebeuren. Ik bedoel, de waarheid zal naar boven komen. Wat er ook gebeurt. Want wie kan de waarheid tegenhouden? Echt benieuwd naar het busongeluk. Welk busongeluk? Ja, maar die ruiten zijn helemaal kapot, zie je dat? Oeh, er is iemand tegen de bus aangelopen. Nee, ja, er zijn twee bussen tegen elkaar. Nee, botsen in arm. Bussen botsen in arm. Nou, ja. Nou, dat is voor het eerst, hè? Enkele passagiers van een lijnbus en een trolleybus raakten woensdagmiddag gewond doordat de bussen op elkaar waren gebotst. Dat gebeurde voor het verkeerslicht voor bussen op de Jans Binnensingel in Arnhem. Jans Binnensingel is dit. Ja, maar ook bang, 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 bang. Ja, ja, ontzettend bang. Moet je eens kijken. Moet je kijken hoe dat eruit ziet. Een bus die een andere bus een kusje geeft. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, dus hoe ziet het er toch uit van... zo erg is het niet. Het is gewoon een busje met een kutje geeft aan een ander busje. Ja, precies. Want die chauffeur, en we weten niet de seksen, maar misschien was het wel een vrouw die daar achter het stuur zat. En die wilde gewoon seks met die man die daar voorin zat. Ja, die... Okay. Dus laten we even kennis maken, zegt ze dan. Dus daarom... wacht even. Ja, ik snap het een beetje. Hoe is het ook weer? Dat pad waar je van de ene kant van de straat naar de andere kant kunt gaan. Huh? Oh, daar is het, bij de ene vijver. Altijd exogeten, een beetje Indiaanse dit gras op te eten, ja. Nee, maar dit is gewoon vlakbij, hoe heet het? Het is voorbij de Brigand. Dit is op het Veldplein. Oké. Okay. Ja. En die ene, dat is een trolley. En die andere is een benzinebus. Fuck you, weet je wel. Dat is fantastisch. Hè, dat een gasbus het doet met een elektriciteitsbus. Dat is fantastisch. Dat is absoluut fantastisch. En wat kost zo'n voorraad nou? We hebben het over. Die haal je eruit. Dus ik die staan met honderden in het magazijn klaar. En al die mannen vinden het leuk om even een... Absoluut. En dan zie je ook gewoon dat je gewoon... je gaat er gewoon in. Mm-hmm. En dan is het goed. Mm-hmm. Maakt niet uit of het een hetero of een homoseksuele bus is. Je gaat er gewoon in. En ik denk hier dat het sprake is van een heteroseksuele bus, hoor. Hij gaat er wel van achteren. Hij gaat er wel van achteren in, hè? Hij gaat er wel van achteren in. Dat moet je wel even zien. Ja. Dus wat dat betreft, of het een heteroseksuele of een homoseksuele bus is, dat weet ik niet. Hij gaat er wel van achteren in. Nu mag je weer wild gaan. Ik ga even voorlezen. Ja. De trolleybus remde voor het verkeerslicht. Onze chauffeur zag, dat denk ik te laat, of schatte de situatie niet goed in. Hij remde in ieder geval niet, zegt passagier Lucas Lambrechtsen uit Doesburg. Lucas, belde meteen 112. Binnen 30 seconden was de eerste agent aanwezig. Ja. Ik word hier zo op zijn Duits gezegd geil van. Ik heb hier zoveel over te zeggen. Ik snap het. Het ging over jouw uitzendingen.
binnen 30 seconden van hinten genomen. Ja, ja. Dus hoe gek wil het hebben? Hoe krijgen ze het eigenlijk voor elkaar? Binnen 30 seconden. Dus ja, die blikagenten hebben dus echt helemaal niks te doen. Nou ja, binnen 30 seconden ja. Hebben ze dan wat te doen. Ja, maar dan staan ze de hele tijd te wachten. Ja. Hé. Ja, die agenten hebben dus niks te doen. 30 wat seconden. Maakt mij het uit? Is er een bus op een andere bus geknald? Een hele voorraad ja, maar, is kapot. Maar binnen 30 seconden hebben ze wat te doen, hè? Maar binnen 30 seconden hebben ze wat te doen. Ja, maar ben ik hier? Om belasting te betalen? Om dat stelletje gorilla's binnen 30 seconden bij een busongeluk te krijgen? Waar niemand ja, daarvoor betaal je belasting. Om die, ja, om die, om die, die gast die helemaal niks te doen heeft, binnen 30 seconden ja, iets te laten doen. Maar ik heb geen zin om te betalen. Nee, daar betaal je nog voor, toch? Ja, ja. Het punt is, die agenten zitten de hele tijd niks te doen. Zodat ze binnen 30 seconden kunnen ageren. En daar zijn ze voor. Ik betaal toch niet voor die vrije tijd? Nee, je betaalt daar voor betaal die 30 seconden. Wel voor. En je betaalt voor die 30 seconden dat ze wel wat doen. Daar betaal je voor. Maar ik wil geen binnen 30 seconden. Ik wil als de ene bus tegen de andere bus aanrijdt, dat die twee mensen, die twee chauffeurs, die gaan eventjes overleggen en een mobieltje bellen. En dan lossen we dat wel op. Wat is dat voor onzin? Moet daar de politie bijkomen? Zonder politie. Ik heb helemaal geen politie nodig. Nee, maar ik denk dat we toch wel politie nodig hebben, hoor. Voor die 30 seconden. Hè, dat niemand wat doet. Daar hebben we politie voor nodig. Want het zijn precies die 30 seconden. Nou. Dat niemand wat doet. Ook hè? Ja. Ik heb gehoord van jeugdzorg. Oh ja. Ja. Daar praat ik mee. Ja, ik ben zo'n idioot. Ik geef om kinderen. Ik ben een pedofiel. Oh ja, in die zin. Ja. Gewoon geven. Houden van kinderen. Houden van kinderen. Ja, dus je bent geen pedoseksueel. Nee. Je bent een pedofiel. Even dat verschil duidelijk maken, want veel mensen denken dat het hetzelfde is, maar het is niet hetzelfde. Ik denk dat het gaat om kinderen. Het enige waar je voor kan zorgen, waar je voor mag zorgen, waar je voor moet zorgen, zijn kinderen. Ja, dat is een overtuiging. Ja. Dat is heel zwaar, maar het is niet zwaar. Ik ken al die mensen die klagen over hun kinderen. Oh, en terecht. En terecht. Ja, bullcrap is dat. Want kinderen zijn echt... Oh, wat zijn die vervelend, zeg, kinderen. Leg uit. Nou ja... ten eerste beginnen ze klein en worden ze groot. En als je volwassen bent, kijk dan maar uit voor kinderen. Ik had een telemarketingvrouw aan de telefoon. En die wilde mij interesseren in pensioen. Een pensioen? Ja. Ze had een hele goedkope pensioenaanbieding. Oeh. Ja. En dat behelsde kinderen? Nee, het behelsde voor mij een veilige oude dag. Want voor jou? Ik zou geld hebben. Ja. Kinderen had je helemaal geen last van. Zij had het over geld. Ja. En ik zei tegen haar, ik eerbiedig jouw beroep. Jij
bent mijn pensioen. Als ik zo dadelijk oud ben. En dat gaat geweldig gebeuren hoor. En dan krijg je allemaal krampen. Misschien word ik wel als die fan van die zwarte gaten. Weet je ook weer. Met zijn ALS. Feit is gewoon dat jij doodgaat. Ja, natuurlijk. En voordat ik doodga, geen probleem. Zit ik gewoon in een of ander bejaardentehuis of zo. Dakloze opvang, maakt mij niet uit. Maar zij, die ik aan de telefoon had, zij was jonger dan ik. Ja? Zij zal voor mij zorgen. Ik heb toch niks nodig? Een beetje water, een beetje schone luier. Ja. Zoiets, niet te veel. Eén ding kan ik zonder meer zeggen, jij gaat toch wel dood. Ja, natuurlijk ga ik dood. Ja, dat geldt voor mij ook. Heb ik daar moeite mee? Nee, helemaal niet. Nee, heb ik er moeite mee om slecht te leven? Jawel. Oké. Ik mag niet zondigen. Oh. Je mag. Want niemand kan je tegenhouden. Dat is de vrije wil, hè? Nee, die bestaat niet. Maar daar gaan we het nog een andere keertje over hebben. Namelijk, of de vrije wil dan wel of niet bestaat. Want ik zeg eigenlijk, als ik het heel eerlijk wil zeggen, dat de vrije wil niet bestaat. Want, ik wil een auto. Ik krijg een auto. Maar ik wil een groene auto. Nee, maar je krijgt een rode auto. Ja, maar ik wil geen rode auto. Ik wil een groene auto. Nee, je krijgt een rode auto. In hoeverre is dat vrije wil? Dat ik natuurlijk... ik krijg een auto. Dat is vrije wil. Maar ik wil een rode auto en ik krijg een groene auto. In hoeverre is dat vrije wil? Maar goed, dan gaan we het een andere keer over hebben. Nee, we gaan dit afmaken. Gaan we het afmaken? Ga jij nu al zeggen waarom ik een groene auto krijg in plaats van een rode? Vrije wil is... Ga maar kijken naar Breaking Bad. Dat is vrije wil. Ja, een rode auto. Ervoor gaan. Een groene auto. Een gekleurde auto. Een auto. Wat een blakme auto. Een regenboogauto. Om jou voor te bereiden op jouw gesprek met de satanist. Hij zegt... Oh. Ja, de satanist heb ik geen probleem mee. Ik wil dat jij niet down gaat, hè? Dat zou behoorlijk. Nee, maar met, zijn, met de satanist heb ik geen probleem. De satanist. Want die begrijpt wat ik bedoel. De satanist die zegt: doe wat je wil. Ja. Dus je kunt gewoon een groene auto hebben als je dat wil. Je moet vechten. Ook al zegt God dat je alleen maar een blauwe of een rode auto kunt krijgen. Maar waarom wil je überhaupt een kleurauto? Ik heb gereden in een Pontiac. Ja, maar... Die kon 220 km per uur. En momenteel heb ik een Renault Clio. Wij willen nee, maar uit de tuin in de buurt. Nee, maar we hebben het over de vrije wil. En dat is... Dus de vraag van de vrije wil. Ah. Ja. Want eigenlijk is de vraag ook van waarom überhaupt een auto? Klopt. En je kunt ook gewoon van A naar B lopen. Klopt. Maar op de een of andere manier wil je toch sneller van A naar B komen en dan wil je een auto voor hebben.
En daarom heb ik geen probleem met een satanist. Dat kan ik gewoon heel duidelijk. Dan ben ik eigenlijk binnen 5 minuten uitgepraat eigenlijk. Ah, ja. Want we hebben niks tegen elkaar. Want ja, maakt het uit. Ik moet gewoon van A naar B. En of ik daar nou een auto voor heb of niet, of gewoon moet lopen, dat maakt voor mij geen zak uit. En voor die satanist ook niet. Want die loopt uiteindelijk ook van A naar B. Prima. Het is alleen, die andere gast, hè, die zegt van, nee, maar Christus bepaalt mijn pad. Huh? Ja, die moet dan omlopen. Want Christus bepaalt mijn pad. Ik denk het ook wel. Ik ben christen vanaf mijn 12e. Ja. En ik kon niemand de les leren. Op dat kan ook niet. Ja, op mijn 40e leerde ik van Nietzsche, Schopenhauer, Immanuel Kant, Martin Heidegger. En toen dacht ik, fok, ik had al die tijd wel gelijk. Ik kon de mensen in mijn jeugd niet overtuigen. Nee, oké, maar inderdaad, mensen als Kant en Schopenhauer, die konden hun mensen in hun tijd ook niet overtuigen. Klopt. Hè, ik bedoel, de mensen in hun tijd, stelletje idioten. Ja. Waren Noah's die hun boot bouwden. Oh, zo kun je het zien. Ja. Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Nee, maar, dat geloof ik helemaal niet. Ja. Maar het gaat erom dat zij door hun tijdgenoten werden gezien als idioten. Ja. Hè, ik bedoel, Kant werd door zijn tijdgenoten als idioot beschouwd. Schopenhauer en al die mensen werden door hun tijdgenoten als idioten beschouwd. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, hebben ze opgesloten in een geestesgesticht. Wat is dat ding? Ja, maar een psychiatrische inrichting. Maar dat komt dus een zus. Ik vind Friedrich Nietzsche de meest angstaanjagende verteller. Ik vind Friedrich Nietzsche... Ik ben nog nooit zo bang geweest voor... De zus van Friedrich Nietzsche. Hoe heet ze dan? Ja, hoe heet ze ook weer? Maar ze is wel heel erg, want dat is degene die hem uiteindelijk in een gesticht heeft gestopt. Fuck. Dat is een zus. En zijn zus is ook, die had toevallig ook nog een, iets met een Adolf Hitler. Dus? Friedrich Nietzsche heeft gelijk. Ja, maar het is een zus. Hij is de filosoof met de hamer geweest. En dat is hij, dat was hij en dat zal hij zijn. Ja, maar... Hij heeft al het geloof... Hij was de beeldenstorm. Hij heeft alle idolaterie gehamerd. En jullie klojo's. En hij had het over de Übermensch. De mens die niet bang is. En dan kwam zijn zwester. Niet eens Zarathustra. Nee, dan kwam zijn zwester. Zijn zuster. Wat heeft de zuster van Nietzsche... voor Nietzsche gedaan. Uh-huh. Of voor Hitler gedaan. Uh-huh. Want dat is nog eigenlijk veel sterker. Want die zus van Hitler, Nietzsche, die heeft gewoon, die heeft gezegd van, ja, nee, die Hitler heeft gelijk.
En ik weet niet waarom, maar ja. Dus dat is nog best wel een moeilijk punt. Want ja, misschien heeft Nietzsche wel gelijk in zijn filosofie. Maar zijn zus, die heeft alles naar de kloot geholpen. Die heeft Hitler gesteund. En daardoor is alles naar de kloot gegaan. Zijn hele filosofie is naar de kloten gegaan, omdat zijn zuster Hitler ondersteunde. Want dat zou de Übermensch zijn. Maar wat is de Übermensch? De Übermensch, als je het volgens Nietzsche ziet, dan nou, ben jij de Übermensch, ben ik de Übermensch. Dat kunnen we allemaal zijn. Het hele mooie van Nietzsche over de Übermensch is het verhaal, een parabel. Er is een ravijn en daar overheen is een touwbrug gemaakt. Dus oeh ja. Ja, je kan van de ene kant van de ravijn naar de andere kant. Zoals een spin door een web kan gaan. Ja. Oké, ik snap het. Er loopt een oudere man. En die is bang. Die grijpt zich vast aan de linker en rechterkant. De achter is een man en die wil naar de overkant. Hij loopt over die oudere man heen. Want die oudere man was bang. En die jonge man wilde alleen maar naar de overkant. En nam een sprong. En was weg. Ja, maar dat is de Übermensch. Dat is wat niet. Maar we geven iets heel anders. Hè? Kom maar. Nou kijk ik gewoon even naar het beeld wat ik zie. Mm-hmm. Frase. De hoe noem je dat? De captain van Vitesse. Mm-hmm. Idioten vallen spelers aan. Ja, ga lekker klikken. Ja. Dus idioten vallen spelers aan. Henk vraagt... Wie zijn die idioten dan? Ja, degene die nog niet geslacht zijn. Oké, en die vallen spelers aan. Ja. Ja, nee, sorry dat ik heel bruut tegenin ga van... je kunt wel zeggen van... Nou ga je tegen de... we waren hierover aan het praten en nou zijn we hierover aan het praten. Yep. Henk Vlaassen was zeer ontstemd na het 3-0 verlies van Vitesse bij OGC... Nice. De coach plooide het Arnhemse team naar Europese maatstaven. Maar hoe realistisch die strijdwijze ook was, het gebrek aan pure klasse kon de bekerwinnaar er niet mee verhullen. Er werd verdedigd met de Franse vlag. En dan zocht... Nee, de Franse slag. Oh, sorry, ja. Ah, nee, dat was... De Franse slag. Dankjewel. Ik ken dat wel. Dat is gewoon dat je... De Franse slag, ja. En dan zocht... Ik doe gewoon helemaal niks. Vitesse supporters ook nog de confrontatie met Arnhemse spelers. Oh, wat erg is dit. Dat dus Arnhemse supporters ruzie gaan lopen zoeken met Arnhemse spelers. Klopt. Dat is gewoon, hey lol, je hebt niet genoeg gevoetbald. Ja. Is toch erg, of niet? Het lijkt me wel.
Maar, ik bedoel, idioten vallen spelers aan. Dat vind ik toch wel een punt. Mm-hmm. Eindelijk komen ze een keertje duidelijk van dat die mensen die spelers aanvallen, dat dat idioten zijn. Mm-hmm. Hè? En dan moet je eens weten, hè? Dat die doorgetrainde spelers, die kunnen zo'n idioot tegen de stenen mappen. Ja. Maar dat doen ze niet. Ja, maar dat doen ze wel. Want ze vallen spelers aan. Die idioten. Mm-hmm. Dus ze hebben in Arnhem, helaas moet ik het zeggen, idioten in onze... nee, het zijn geen spelers, maar we hebben idioten in onze... hoe noem je dat? Die mensen die... Ja, een soort van joden, maar dan idioten. Ja, nou ja, mensen die spelers... aanmoedigen. Hoe noem je die ook alweer? Supporters. Supporters. Dus dat zijn supporters zijn eigenlijk gewoon idioten. Mm-hmm. Ja. Want waarom zou je spelers aanvallen? Mm-hmm. Ik zou het niet doen. Als ik fan ben van een bepaald team, dan ga ik niet hun spelers aanvallen. Nee. Want dan zou ik idioot zijn, toch? Ja. Dus idioten vallen spelers aan. Ja. Ja. Ik weet niet hoe ik ervan moet denken, maar... Ik wil eigenlijk in de militie... Of militia. Wat is het Nederlandse woord eigenlijk? Militia. Ik wil een gun. Oh, je wil gewoon schieten. Yep. Ja. Je wil die idioot gewoon. Peng, peng, peng. En dan, ja, kom op, dan ben je er vanaf. Dan zijn we van de idioot af. Ja. Ik weet dat het niet kan. Ik ook maar het is waar. Het is waar. Peng, 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 dan ben je van die idioot af. Ik wil ook echt... Daar we het toch over hebben. Ik wil een wapengebod voor vrouwen. Wapengebod voor vrouwen? Ja. Dus ik dat wil vrouwen, klaar zijn met het gezeik, want ik ben gisteravond verkracht. Want je kon een wapen krijgen. Huh? Dus nee, ik ben het met je eens. Ik vind het ook dat die vrouwen gewoon een wapen moeten hebben. Ja, en dan, niet met zeker over verkrachting. Nee. En dan krijg je natuurlijk een ander gezeik. Aha. Hè, van, ik ben door een vrouw in mijn ballen geschoten. Dan was je waarschijnlijk een eikel. Maar cool. Ja, nee, maar dan krijg je dat, hè. Ik bedoel, het is altijd het een of het ander. Ik zal het je uitleggen. Ja. Als je het hebt over vrouwen, dan heb je het over geduld. Oh, ja. Ja, ik ben nogal wild van aard. Dus aan mijn lijf, aan mijn bed, geen vrouwen, want ik ben veel te wild. Dat zeggen vrouwen ook gewoon van mij. Ik heb geen geduld. Ik heb het ook veel te lang geduld. Aha. Huh? En dat is dan het volgende probleem. Ja. Want geduld, wat is dan geduld? Hou ik eens geduld of ben ik geduld? Nog een keer. Ik verzond je niet goed. Nee, dat is goed. Heb ik het geduld? Aha. Of... ben ik het geduld? Het laatste, denk ik. Dat denk ik ook. Hmm. Fok, ik moet terug naar de Gelderland. Bussen botsen. Die bus hebben we al lang gehad. Ja, die hebben we gehad, ja. Dus moet ik eventjes terug. Ja, daar zijn we weer.
Want die bussen de botsen. We hebben Michael P. Wie is dat? Zie je dat ook? Wie? Michael P. Wat is dat nou weer? Ik volg het nieuws met... Je had toch Savannah en Romy? En daarvoor had je Marianne Vraatstra. En nu Michael P. En ineens weer zo iemand. Netter. Wat is dat nou weer? Ja, dat weet je niet. Maar... Zal ik de eerste openklappen? Het gaat waarschijnlijk om een dood meisje. Ja. Mag jij nog een keer wat voorstellen bij leven? Aan jou het woord. Hoezo? Ik zal even voorlezen. Michael P. donderdag voorgeleid bij rechtercommissaris. De 27-jarige Michael P. wordt donderdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Dat heeft het Openbaar Ministerie zojuist bekendgemaakt. Het Openbaar Ministerie verdenkt Michael P. van betrokkenheid bij vermissing van Anne Faber, 25 jaar, uit Utrecht. De rechtercommissaris kan het voorarrest van Michael P. met 2 weken verlengen. Heb je zin om te diarreren of gewoon te kotsen? Ga wild. Michael P. Als je nou kijkt naar Star Trek, de nieuwe serie, daar hebben ze het over the first girl called Michael. Ik luister, hè? Aha. Dus, waar gaat het over? Ik bedoel, iemand is, ja, hoe noem je dat, misbruikt? Anne. Anne Faber. Het Friese. Vraag het dan Peter. Want Anne Faber, waarom zeg ik vraag het aan Peter? Ah, vraag het aan Peter Faber. Uh-huh. Hoe hij daar tegenaan zou kijken. En dat het zijn eigen dochter is. Is dit de dochter van Peter Faber? Ik denk het niet. Nee, maar stel je voor. Ja, ja. Dat het zo is. Ja. He, ik bedoel, daarom stel ik ook de vraag van, stel die vraag aan Peter Faber. Ja. He, mijn Michael P. He, dat kan ook zijn zoon zijn. En dat maakt het allemaal zo moeilijk. Want wie heeft er hier nou eigenlijk gelijk? Niemand, denk ik. Ofwel. Stiltes zijn goed. Ja, nee. Stiltes zijn hier heel erg goed zelfs. Want die stiltes geven aan dat er geen antwoord is. Er is wel iemand dood. Ja, er is wel iemand dood. Ja, daar kun je dan ook weer niks aan doen. Gek genoeg. Kut genoeg. Want ze zouden wat aan willen doen. Maar dat kan niet. Ja. Moet je alle Joris Demmings dood gaan schieten? Ja, als je kunt. Ah. Maar helaas is het zo dat je het niet kunt. Je kunt niet al alle je vijanden. Demmings, je kunt niet al je vijanden doodschieten. Nee. Dat kun je niet. Want er is niemand voor om al die mensen dood te schieten.
En dan laat je er maar eentje in leven. Dan begint het hele probleem weer opnieuw. Ja. Daar heb je in zekere zin gelijk in. Maar aan de andere kant. Moet je ze doodmaken. En dan, dat helpt ook niks. Als je ze allemaal doodschiet. Dat schiet ook niet op. Dat helpt ook niks. Weet je. Dat is zo triest. Dat je. Je wil er wel wat aan veranderen. Maar je kunt er niks aan veranderen. Behalve dat er een belofte gedaan is. Oh, nee. Nee. Want dan kom jij weer met die belofte waarvan ik zeg van nee. Die wordt niet gemaakt, want er is geen discussie over. Ja. Die belofte is gedaan. Door wie? Die noemen wij. Ja, we gaan geen namen noemen. Hè? Nee, dat moeten we zeker niet doen. Want als we namen gaan noemen, dan gaan we sowieso dingen. Nee, dat moeten we niet doen. Namen noemen. De belofte is dat de zachtmoedigen de erfgenamen zijn. Bullshit. Maar goed. Je hoort me. En je hoort ook dat ik... hoe noem je dat? Respectloos ben. Maar dat doe ik doelbewust. Want waarom zou ik respect hebben? Behalve dan misschien voor Michael P. Ben je er nog? Ja. Ja, Michael P. Dus... Het gaat om de blijde boodschap. De blijde boodschap. Oh, dat is zo mooi. Vooral omdat het een blijde boodschap is. En dat wij hier natuurlijk de Heer met ons dragen met onze blijde boodschap. Door. Hoezo? Hoezo omdat moet ik de... Omdat het daarom gaat. Om blijde boodschap? Ja. Ja. En voor de rest? Of dan nou? Je moet kinderen aanmoedigen om kinderen... Kinderen aanmoedigen? Ja. Nou zeg je iets heel belangrijks. Want het gaat er niet eens om of het een blijde boodschap is. Het gaat erom of het een goede boodschap is voor de kinderen. Het goede nieuws is dat het gemiddelde kind, waardoor een gemiddelde ouder wordt opgevoed, een hoger IQ heeft... Dan de ouder. Nou, gemiddeld genomen. Gemiddeld, ja. Ja. Kinderen dienen slimmer te zijn dan hun ouders. Hmm. En in Johannes 1, vers 1 staat...
In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Maar kinderen dienen beter te presteren dan hun ouders. Slimmer, ja, meer woord. Gewoon... bullshit. Nee, wel. Nee. Je hebt je kind gewoon op te voeden. Dan moet je gewoon patat in stoppen, frikandellen, tomaten, pepers, maakt niet uit, uien, schorseneren. Je moet die kinderen vol proppen met voedsel. En als je dat doet, dan worden ze slimmer dan jou. Ja. Denk van niet, eerlijk gezegd. Als ik mijn kinderen ga volstoppen met dat soort dingen, dan worden ze echt niet slimmer dan ik. Dan worden ze dommer dan ik. Schorseneren niet? Nee, dan worden ze dommer dan ik. En schorseneren in melk gekookt? Ja, maar dan worden ze dommer dan ik. Ja, maar je kind meenemen naar de McDonald's? Daar worden ze dommer van. Nou, die van mij niet hoor. Nou, die van mij die leest mij de les. Van papa, jij mag de allergrootste idioot zijn ter wereld. En dat ben je ook. Hey, papa. Daar hou ik van. Ik hou van oppositie. Hey, papa, je bent een dom oor. Ja. Omdat je me mee hebt genomen naar de McDonald's. En je weet. Dat is leuk trouwens hoor. Natuurlijk vind ze dat leuk. En dan snap ik het ook wel. Maar ik snap ook wel van. Ja, sorry hoor. Als jij je kinderen meeneemt naar de McDonald's, ja, dan worden ze daar niet slimmer van. Zij kijken naar die Disney movies. Ja, nee, daar worden ze slimmer van. Ja, en ik ging die krant lezen. Ja, kom op. Ik lach me op. Het is gewoon onze dinsdagavond. Want natuurlijk worden ze daar niet slimmer van. De moeder was een stoepmoeder, hè? Die ging altijd weg. En dan was de moeder weer eens weg. En dan was het onze beurt om lekker McDonald's te gaan eten. Oké, daar worden ze slimmer van. Ja, natuurlijk. Dat... Ja, okay. En dan aflopen en dan regent het altijd. En zij achterop op mijn fiets. En ik zo naar huis fietsen. Lekker McDonald's gegeten, buikje vol en nu slapen. Want je moeder is weer eens op de stoep. Ja, maar dan word je kinderen niet slimmer van, toch? Nou, die van mij is behoorlijk fucking slim. Overigens. Ja. Zij heeft mij de stelling van Pythagoras bewezen. Daar had ze 10 minuten voor nodig. 10 minuten? Ja, met haar iPad. En ik zei tegen haar, oké, je komt terug. Je weet waar ik woon. En je legt het mij uit. Alsof ik een 8-jarig kind ben. Ja. En zij zei, het is heel makkelijk, die stelling van Pythagoras. En ze gaf mij de geometrische uitleg. Want je kan hem ook met wiskunde doen. Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Maar geometrisch, ja, je tekent het is gewoon, en klaar. Het is gewoon de ene rechte lijn in vergelijken met de andere rechte lijn. En dan, dan heb je een driehoekverhouding. Dan moet je dat aan je dokter eens een keertje uitleggen. Dat kan ze, voor mij ja. Zij... Wat een driehoeksverhouding is. Oh trouwens, hè, driehoeksverhoudingen. Hè? Dat doen die psychopaten. Huh? Het heet to triangulate. Triangulatie. Ja. Dat betekent dat je je positie op deze aarde... er zijn drie punten in het universum en die bepalen waar jij nu op dit moment bent. Klopt. Dat is triangulation. Ja. Ja, dat doen die punten. Wat ik ook gemerkt heb, vrouwen doen dat met name. Dan heb je contact met een vrouw en dan gaat ze tegen jou zeggen van ja, ik ben het cement tussen de stenen, hier heb je een nieuwe steen. Wat heb jij daarmee te maken? Ja, dat is fucking vervelend. Als je een kind hebt.
Cherche la femme. Ja, die vrouwen die zijn nodig om kinderen te krijgen. Ja, dat is een ding wat zeker is. Moet je eigenlijk gewoon een dumpen of zo. Eén ding is zeker. Vrouwen zijn nodig om kinderen te krijgen. Kunt mij vertellen wat je wil. Ja, ja. Maar om kinderen te krijgen, zijn vrouwen nodig. Ja. En zij overschatten zichzelf daarbij, vind ik. Ja, ja, absoluut. Maar aan de andere kant, ze zijn er voor nodig. Je kunt zeggen wat je wil, maar je hebt vrouwen nodig. Heb jij een vrouw zwanger gemaakt? Nee. Ja, dat is een Onan. Nee, maar ik heb daar juist moeite voor gedaan om dat niet te doen. Aha. Ik heb dus moeite gedaan om geen vrouwen zwanger te maken. Mooie stilte. Ja, goed veel zien. Maar ik heb daar dus geen energie in gestopt. Is heel gek, hè, want het hele universum draait toch op. Hè, dat het alles doorgaat. Maar ik heb juist gekozen om dat niet te doen. Nou, dan ben jij ook even stil. Ik heb daar begrip voor. Ja, ik kan me dat voorstellen dat jij daar begrip voor hebt. Want de meeste mensen... Hè? Wat doe je met de toekomst? Is er een toekomst voor andere mensen? Is there a universe beyond the universe? Ja. Ik zeg van ja. Oh, toch wel. Ja. Er is een universe beyond the universe. Ja. Oké. Okay. En het bestaat bij het leven. Bij wie? Bij het leven. Het leven. Ja. Oh ja. Ja. Heb ik dit weer? Mag niet. Ja, nee, ik begin net te hikken. Dus. Ik nog niet. Ik kan even geen antwoord geven. Want ik moet hikken. En toen viel het ineens weer mee. Ja. Heb ik dat weer. Ontspannen van je middenrif. Van mijn middenrif. Ja. Ik vind bij nader inzien het leven geiniger dan de dood. Je moet er in ieder geval een pleziertje van maken. Wat het ook is. Of het nou of het nou vervelend is of leuk. Het is een pleziertje, toch? Ik bedoel, wie heeft het? Wie moet het anders zien? Ja, natuurlijk. Ja, het is allemaal fout. Het is allemaal fout, hè, toch? Ik ga morgen naar de politie. Ik ga aangifte doen. Nou, toch niet tegen mij, toch? Nee, tegen David Kok. En waarom? Hij heeft mij bedreigd met de dood. En waarom? Hij heeft mijn mobieltje tegen de stenen aangesmeten. En waarom? Geen flauw idee.
Maar hij heeft klaf gedaan. Ja. En daarom moet hij. Oké. Nou, terecht. Het gaat mij om dat kind, Mick. Ja. Ja. Wat anders? Nou, ook precies. En dat neemt hij mij kwalijk. Oh. Want hij wil de dominatrix zijn van Mick. Hij wil die moeder neuken. Dus? Ja. Dan heb ik een probleem. Tenzij ik niet geef om Mick. Ik kan Mick ook gewoon laten verrotten. Mm. Ja, is een optie. Ja. Wat jij wil. Toch? Mm-hmm. Maar het is duidelijk dat jij een andere weg wil gaan. Toch? Ja. Nou, op een of andere manier ga ik dat oplossen. Het is voor niets dat dat jongetje op mijn pad gekomen is. Nee, maar goed. Dan, ik heb hem laten zien die filmpjes van de White Cowboy. De witte cowboy. De groene cowboy. Ja, ik weet niet hoeveel, maar de witte cowboy, dat zijn hele leuke uitzendingen. En hij vroeg telkens weer om dezelfde. En van mij mocht hij dat kijken. Niet iedere keer een nieuwe, maar nog een keer dezelfde zien. Nee, maar goed. Zijn moeder had zo'n mooie, dat hij wilde weer opnieuw kijken naar een of andere film. En hij, zijn moeder zei, nee, je moet een nieuwe film kijken. Je bent ook zo'n lieve papa. Luister even. Nee, maar je bent gewoon zo'n lieve papa. Zij zei dat hij zei, van mam, deze film gaan we kijken in een nieuwe woning. Dus is die film voor mij nieuw. Ik wil diezelfde film zien in deze nieuwe woning. Nou. Dat kind is slim, jongen. Dat je zei zijn moeder ook, hè? Van, daar kon ik niks tegen inbrengen. Ik zeg ook, je bent een lieve papa. En daar kan ik niks tegen inbrengen. Oh. Maar je bent niets meer of niets minder dan gewoon een lieve papa. Mm-hmm. En meer of minder hoef je ook niet te zijn, eerlijk gezegd. Mm-hmm. Want je bent gewoon een eerlijk en goed mens. Mm-hmm. Zonder dat het daar iets verder aan verbonden is. Mm-hmm. Maar gewoon omdat je bent wie je bent. Mm-hmm. En jij toch ook? Ja. Waarom praat ik anders met jou? Nee, maar daar wil ik het dan verder ook bij houden. Van, we zijn gewoon eerlijke, goede mensen. En buiten dat, we kunnen nog betere mensen zijn dan we zijn. Maar dat zijn we niet. Maar we zijn gewoon goede mensen. En dat is waar ik het bij wil houden, ja. Eigenlijk. Was dit jouw afsluiting? Dat was mijn afsluiting. Weet je werkelijk niks meer te zeggen? Natuurlijk weet ik meer te zeggen. Maar als ik meer ga zeggen, dan zijn we nog een tijdje bezig. En dan hebben we het over, nee, niet een half uurtje, maar dan hebben we het over 3,5 uur. Ja. Yep. Ik vind dat jij het hartstikke goed gedaan hebt, Marco. Ja. Je bent helemaal wild gegaan op de Gelderlander. En tegen onze kijkeraars, luisteraars, zag ik hier tjus. Zo wijd. Zo wijd wie is dit? Dat is jouw laatste woord.